Mensen, vandaag ben ik weer met een nieuwe video op Smash Games. Ik zit nu weer in mijn creative wereld. Ik ga jullie nog wat meer leren over de redstone gebeuren. En ja, want ik neem dit nu maar even op met OBS. Ik heb geen zin om met Fresh op te nemen. Maar ik ga nu even een TNT kunnen maken, hier even tegen de muur. Niet dat hij deze kant kaboom zegt, maar naar die kant kaboom. Want, ja. Beneden ligt het er niet zo goed, want ik had dat er is een boerderijtje gebouwd. Maar dat. Smeg maar. Is hier nog 10 tien? Jippie. Nog 10 tien. We gaan hier even zo. Zo. Even goed zitten. Zo. Hoppaka. Leggen we hier al redstone op? Hoop. Want ik kan meer redstone tutorials doen, denk ik. Ook. Want kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je hebt 12 dispensers nodig. Vol met TNT. Natuurlijk niet zoveel, natuurlijk. Even dit water weg. Water weghalen. Water pakken bedoel ik. Je pakt dan blokken, het maakt niet uit. Gewoon bouwblokken, genoeg TNT. Als je al eindig TNT hebt, ja... Whatever. Of je maakt het gewoon in je creative wereld. Dat kan natuurlijk ook. Ik ga nu even gewoon... Want ik zit in 1.8, dus ik ga nu voorzichtig zijn. Zo. Zo. Hop. Hop. Hoppakee. Ik plaats al hier water. Zo. Kon je ook al van in het begin doen. Ik plaats hier nu nog wat dispensers op. Maximum kan je hier 3 doen... Of tenzij hier ook nog, ik zal het er gewoon even demonstreren ook. Dan pak je even een, oh, pak je even een blokje. Zo. Dan zet je dispenser zo. Zo, zo, zo. Deze natuurlijk niet, pak even TNT op. Hoppakee. Zo. Dan heb je dit natuurlijk. Dit en dit kan je redstone besparen. Dat kan. Ik heb die lever hier denk ik gezet. Ik weet totaal eigenlijk niet dat het werkt daar. Dus voor mij is het dan ook een soort van dingen. Ik kan jullie ook nog wat mededelen. Ik kan waarschijnlijk nog wat vuurwerk afsteken. En misschien ga ik ook nog wat vloggen. En misschien ga ik ook nog een video maken dat ik een vuurwerkbom maak. Want nu zijn we de... Zaterdag 23 mei. Die komt vandaag al online. En... Ja, want... Deze survival, oh, ik zeg, what the fuck. Ik ga deze video uploaden op deze dag. En ga ik dan ook ineens de vuurwerkbom maken. Die was gepland. En zo moet je trouwens het maken. Want ik ga hier nog zo doen. Oh, dat blokje moest daar nu niet weg. Zo hier overmaken. Zo. Zo. En hop. Dan stop je hier. Wat redstone. Zo. Zo. Plaats je hier een lever. Normaal gezien moet dit goed komen. Heb ik een goed gevoel erover? Not. En we gaan hem starten. En zo. En dan. Kaboom, alsjeblieft. Alsjeblieft. Fuck 1.8. Oké. Als het zo hard op mijn zenuwen wilt werken. Waar wilt het nu niet werken? Normaal gezien werkt dit. Ik ga denk ik gewoon mijn redstone tutorials in 1.7 doen, denk ik. Zo, redstone. Hoppakee. Zo. Zo. Want dat kon je waarschijnlijk maken, want normaal gezien werkt dat. Maar dan zullen we het dus voor een andere manier doen. We halen deze stenen trouwens weg. Dit is ook een manier. Als dat ene niet werkt. Zo, hoppakee. En dan pak je hier wat slabs. Plaats je neer. Gaat het allemaal naar hier stromen? Nee. Zo. Zo. Ja. Zo. 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 Nee, zo, zo. Zo, zo. Zo maak ik wel mijn meeste kanonnen. Dus deze is wel echt handig, vind ik toch.
Want ik kan hem nog een kleinere versie van maken. Maar die gaan jullie in de volgende aflevering ervan zien. Waarschijnlijk. En natuurlijk wil ik dit weer op mijn zenuwen werken. Terwijl ik dit weer fucking fout heb gedaan. Zet ik hier even. Zo. Hoppakee. Wacht even. Eens even kieken. Oké. En dan zo. En dan plaats je hier de lever natuurlijk. En hier ook. Maakt niet uit waar je de lever plaatst. Zo, je kan hem twee keer of meerdere overhalen. En dan werkt hij, ja. En dan kan je zo voortgaan. Kan je zo voortgaan aan een kaboom. Maar je kan ook dan zo doen. Wash. En dan kan je even blijven voortgaan, dan blijft dat ontploffen. Hey. Wow, yo! Geweldig kanon. We gaan het eens proberen een beetje opvoeren. Godverdomme. Gelukkig! Hij valt het naar beneden. Fuck my life. Jongens en meisjes, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat een blauw duimpje achter. Wil jullie meer redstone tutorials? Doe dan alvast een like. En ik zeg als gewoon dat ik later.